eerste dode in het verkeer in 2017 is geregistreerd. Het gaat om een vrouwspersoon van wie de identiteit nog onbekend is. De vrouw is vandaag in de vroege ochtend levenloos in een trens langs de Avobakkaweg aangetroffen. De politie van Paranam kreeg van de centrale meldkamer de melding dat er een auto over de kop is geslagen aan de Avobakkaweg. Bij aankomst troffen de wetsdienaren een personenauto ondersteboven aan. Op het wegdek werd de bestuurder, Prakash, die moeilijk aanspreekbaar was en van pijn kermde, aangetroffen. In de directe omgeving werd eveneens een tas met documenten gevonden. Het voorlopige onderzoek heeft uitgewezen dat Prakash vanuit Brokopondo naar Paranam reed. Ter hoogte van mast 1 verloor hij de controle over het stuur. Hij kwam tegen de vangrail aan en ramde vervolgens een elektriciteitsmast. Het vermoeden bestaat dat Prakash onder invloed van alcohol was. Het ontzielde lichaam van de vrouw is na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen. De politie van Paranam zet het onderzoek voort. Dit meldt het Korps Politie Suriname in een persbericht.